was Skip. Ja. Hmm. Weet je wat ik nou zou willen? Hmm. Dat ik op dit moment ergens in Alaska zou wonen. Alaska? Dat is ook heel dicht bij Santa Claus. Santa Claus, wie is dat? Santa Claus, my one and only. Dat is de Amerikaanse Sinterklaas. Oh, de maar die heeft daar helemaal niks mee te maken. Ja, de kerstman. Maar hij lijkt totaal niet op onze Sinterklaas. Oh, nee, het is echt een man uit één stuk. Oh ja? Ik ben helemaal gek van als ik hem zie. Echt waar? Hij heeft een rood mutsje op. Ja, weet een rood randje. Hij heeft net zoals Sinterklaas een witte baard en een snor, maar toch heel anders. Dat is heel gek. Ja, dat is gezelliger. Hij heeft meer personality. Ja, zo zou ik dat willen stellen. Ja. Je rood sportief pakje aan. Nou, heel strak gesneden, prachtig. En verrukkelijke rode laars. Oh, ja. Heerlijk. En hij rijdt altijd door de sneeuw in een arreslede. Oh, fantastisch. Oh, zoef. Gezellig. Hij wordt getrokken door twee prachtige rendieren. Hoe heet die beestjes nog alweer? Geen idee. Rinkel en Dinkel, kan het? Sorry, dat vind ik echt achterlijke namen. Rinkel, inhoud. Of Schimmel, zo'n prettige naam is. Hè? Ja, Schimmel, de paard van Sinterklaas. Ja, dat is geen naam, dat is een soort. Ja, dat is een soort paard. Nou, maar hij luistert er wel naar. Wel, nee. Als jij Schimmel roept, kijkt dat beest op nog om. Ja, echt goed. Ja. Maar trouwens, had ik het niet over die Schimmel, we hadden het over die kerstman. Vertel even verder. Vertel even, wat wil je weten? Alaska, waar is hij getrouwd? Ik dacht het wel. Oh. Ze wel had het meteen gezegd. Is hij getrouwd? Komt ze nu mee? Ik dacht dat hij niet getrouwd was. Oh, dacht misschien moet ik hem eens. Dat is het enige wat jullie interesseert? Nee, maar het enige, maar het is toch belangrijk. Nee, ik stel voor dat we naar ons volgende programma gaan kijken. En dat is een heel bijzonder programma. Jullie kennen allemaal waarschijnlijk Bientje nog wel. Bientje. En we gaan nu kijken namelijk naar de Bientje Show. Hey, is dat niet die aardappel? Ja, dat is die aardappel. Hebben ze daar een show van gemaakt? Ja, hebben ze een show van gemaakt. Kijken.